Kom toe! Ze maken grove gebaren, heer! De schurken! Geen grammetje ridderlijkheid! Ik zwaai met mijn geslachtsorgaan in de richting van uw lieve tante. Ik sta hier op de Rode Loper voor de première van de Monty Python anti-musical Spamalot. Ik ben benieuwd of onze BN'ers weten wat een anti-musical is en of zij al dan niet iets hebben met Monty Python, dus let's find out. Er is een tafelronde, dansen elke seconde. Op de maan, wijs maar gaan, we hebben het uitgevonden. Het is hier goed in Camelot, je hebt hier geen parkeergebod. Wat is een anti-musical? Weet jij dat? Nou, een anti-musical is dat het van het begin tot het einde het hele gebeuren op de hak genomen wordt. Dus dat we het vooral... We beginnen iets serieus, maar het moet zo snel mogelijk niet meer serieus zijn. Er zijn natuurlijk een aantal mensen in de kast die weinig musical ervaring hebben. Maakt het dat extra spannend? Nou, eigenlijk niet, omdat je ineens ziet dat die mensen hun eigen vakmanschap meenemen. Je ziet dat Paul en Owen gewend zijn om humor te maken. Je ziet dat Pepijn gewend is om theater te maken. Geen musical Pepijn gunnen weg, maar wel theater. En dat nemen ze mee. En je ziet Linda Wagenmakers heerlijk thuiskomen in het musicalvak. Hey, ik zag jou net hysterisch als een soort van paard met een kokosnoot voorbij komen. Jij vindt Monty Python volgens mij heel leuk. Gevraagd. Dus ik pak hem gelijk. Nee, dat was geen auditie. Monty Python. Ja. Leuk of niet leuk? Ja, Monty Python hartstikke leuk. De vraag is natuurlijk hoe het vanavond is. De meest gestelde vraag van de avond. Hoe lang moeten jullie nog? Nou, nu mag jij het zeggen. Vooral jij. Je moet nog tot 26 mei alles inhouden. Ja, en dan wordt het papa en mama. Ja. Al klaar voor? Nou, de kinderkamer is nu bijna klaar. Ik heb heel hard gewerkt. Nou, ik moet alleen de deur nog verven. En een lamp ophangen. Cool. Wat denk jij dat een anti-musical is? Ik denk die zich afzet tegen alle normale dingen wat er in een musical gebeurt. Okay. Dus dat is denk ik dat er iets uit de grond komt, dat er iets uit de lucht komt vallen, dat er iemand doodgaat. Groot, veel en alles in de zeik nemen. Ja, dat denk ik, ja. Hey, Monty Python, heb je daar iets mee? Oh, ga me geen lastige vraag stellen hoor. Oh, dat is lastig. Dat is voor onze tijd, oké. Nee, maar... nee, ik heb er niks mee. Nee, okay. Ik ben hier puur uit verplichting. Oh, ben je, oh nee, oké, okay, dat ja, nee, leuk. Maar ik vind het wel leuk dat een beetje de hak wordt genomen op ons musical. Op ons musical, ja. Toch? Ja, absoluut. Het zijn van die cliché dingen en dat je denkt, ja, musical, dan mag best wel eens tegenaan getrapt worden. Dit is Anne, anders een van de grootste musicalsterren van Vlaanderen. Heb je de voorstelling al gezien in België? Ik heb ze gespeeld in België. Serieus? Ja, ik kom naar Linda kijken vandaag. Dat is de Kijk. Gespeeld in Vlaanderen. Wat maakt deze voorstelling zo leuk? Het leukste is dat je alles mag. Alles kan, alles mag. Monty Python, heb je daar iets mee? Ik heb in Carré een keer een liedje mogen zingen. Je redt het niet op Broadway zonder minimaal één Joods. Die zit in deze voorstelling. Dat liedje zit hierin, ja. Nee, maar het is toen op maat gemaakt voor mij. Want het eindigde het liedje. Omdat in Nederland heb je nichten nodig eigenlijk voor een musical. En dat eindigde dan dus homohaters. Geen theater zonder Tony Neef. Nicht. Who's the king? Be here. Who's the king? Be here. Ben je blij? Ja, ik ben blij, omdat we... Ja, we hadden maar twee try-outs. Twee maar? Ja, dat is heel bijzonder tegenwoordig. Maar het was niet anders, omdat we in een rijdende trein sprongen. Het is een co-productie. De productie bestond al met Belgische hoofdrolspelers. En dat was spannend. Het is weer eens een musical. Een tijd geleden, hè? Ja, nogal, ja. 11 jaar geleden, 12 jaar geleden. Ja, Boyband was geloof ik de laatste, hè? Hey, hoe is het? Ben je blij? Ik ben hartstikke blij. Nog blij als ik straks zie... Nou, ik wou zeggen, het is een beetje warm, hè? Een beetje te gutsen. Maar nee, het is hartstikke lekker gegaan. En vanaf de eerste scène, we hebben meteen goed opgepikt, werd goed gelachen, mensen luisterden goed. Ja, en dan krijg je gewoon vleugels. Dan gaat de ene scène nog lekkerder dan de ander. Dus, ja, lekker. Owen, kom erbij. Gefeliciteerd. Ja. Dit was jouw eerste, hè? Primeurtje. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Volgens mij doen jullie echt een soort van marathon daarachter met omkleden en rennen en dat soort dingen. Bijna geen moment dat je even achter even een glaasje water kunt drinken. Nee, dat is er eigenlijk niet bij. We zijn bijna bij maar net op het podium. Ja. Ik vind dat ook wel hartstikke leuk. Je staat recht in mijn licht, dan gaan we nu omhoog. En dit zit op een ei. Hoe is het? Het is een opluchting. Ja, is het een opluchting? Ik ben tot 3/4 van de show echt met klotsende oksels heb ik over het toneel gelopen. Maar hoe komt dat? Omdat dit is de première. En ja, ik kan van tevoren altijd wel dingen repeteren en doen. Maar dit is het examen, zeg maar. En er zitten ook allemaal mensen in de zaal die weten hoe het hoort. Het is klaar. Voelt goed?
Ja, het voelt super. Het was echt ongelooflijk. Normaal bij een première is het toch een soort van spanning op het podium, maar ook in de zaal. Iedereen denkt toch van, ja, wat gaat het worden? Of, nou, kom maar op. Er zitten natuurlijk allemaal mensen uit het vak in de zaal. Nou, die moet je ook nog eens overtuigen. Lekker beoordelend allemaal. Ja, of veroordelend of afmakend. Hoe vond jij er eigenlijk van? Ik vond het fantastisch. Ja? Bel een oude ster van toen. Vraag die eikels van Koefnoen. Musicals zijn niet te doen zonder sterren van tv. Jack van Gelder, waar ben je? Ik hoorde net al twee try-outs. Dat is eigenlijk bijna ondoenlijk om lekker in te spelen, of niet? Ja, zeker wat humor betreft. Je wil toch timen, je wil nog dingen kunnen veranderen. We hebben dingen zelf bedacht, dus ja, werkt het wel. Bij de Ashton Brothers doen we er altijd 17 of 20 voordat we überhaupt in première durven gaan. Dus het was behoorlijk spannend. Ja, dat is wel pittig. Ja, maar het, ze gingen en ze wilden graag. Ja, ja, absoluut. Het dak ging eraf, ja, hoor. Dus dat was te gek. Mag ik aan een vakman vragen wat hij ervan vond? Ik vond het ongelooflijk. Ik vond het een waanzinnige hoop gekheid op een sokje. Nee, ik heb enorm gelachen en ik vond het een hartstikke leuke show. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb echt gelachen. Ik heb echt gelachen en ik heb echt genoten van Linda Wagemaar. Goed, hè? Zij is goed. Kijk, ze maakt dan wel grapjes met ad-libs en zo, maar ze doet het goed. Kies je baard, dan volg je dat. En vertrouwen. Het staat echt een partij te knallen, hè? Zo, ik heb echt genoten, hè? En die humor, ik hou ervan. Kim vond er helemaal niks aan. Dat zei ze me net. Maar nu gaat ze natuurlijk zeggen dat ze het heel leuk vond. Nou. Nee. Ja, goed, hè? Ik leer het goed, hè? Ja, je doet het heel goed. Hé, hey, wat vond je ervan? Nou, ik moest even inkomen, dat wel. Want het is natuurlijk zo over de top, ja, qua humor en zo. En dan moet je eventjes inkomen. Zat je in de zaal? Want ja. Ik was degene die heel hard moest lachen. Om je eigen naam terug te horen in een liedje, oh, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat vond ik een beetje chockerend. Kim Lian, Kim Lian. Dat is een soort van, oh, dan heb je toch iets goed gedaan. Ik vond het hysterisch. Heb je hard gelachen? Ja, al bij de opening. De rol van Mary Poppins wordt gespeeld door Marjolein Schoons. Nou, dan kan je mij wegdragen. Ik vond het zeer. Meteen, hè? Ja. En al die persiflages. Ontzettend leuk. Ontzettend goed gelukt. Ja. Absoluut. En Linda Wagemakers vond ik echt briljant. Wat was je hoogtepunt? Waar blijft in godsnaam toch die rol? Die... Ja. Ja, het nummer van Linda. Ja, fantastisch. Je werd nog genoemd. Ja. Als grote ster. Als grote ster van tv. Ja, maar ja, daar ben ik. Ja, je hebt denk ik intussen je sporen op meerdere vlakken verdiend. Ja, zeg maar gewoon ja. Ja. Dat is een complimentje. Ja. Nee, maar het is wel raar om je naam opeens zo te horen. Maar Kim Lian had nog een mooi moment. Ja, twee keer, inclusief modulatie. Ja, echt geweldig. Kim Lian. Always look on the bright side of life. Ja, dat was het trapmoment. Volgens mij zijn ze allemaal heel blij. Ik zag in ieder geval allemaal hele opgeluchte koppies. Dus ik denk dat die zo lekker gaan feesten tot in de late uurtjes. Dat ga ik ook doen. Ik heb zin in een glas wijn. Dus ik zeg tot de volgende keer.